De stembussen in de Achterhoek zijn woensdag vroeg opengegaan voor de verkiezingen van de Provinciale Staten en het Waterschap. In het Berkellandse Noordijk bracht burgemeester Joost van Oostrum al vroeg in de ochtend zijn stem uit in het stemlokaal in het dorpshuis. Ik woon hier op 200 meter vandaan. Het is mijn eigen stembureau. Ik heb er al een aantal bezocht ondertussen ook. Het begint al her en der goed te lopen. Dus ik hoop dat we een goede opkomst hebben. Was de keuze moeilijk? Nee, de keuze is niet zo moeilijk. Maar dat komt ook omdat ik natuurlijk dagelijks met politiek bezig ben. Maar ik kan me voorstellen dat het voor inwoners best wel spannend is. Want je hebt hier waterschapsverkiezingen en provinciale statenverkiezingen. Maar het lijkt landelijk wel dat het alleen over het landelijk beleid gaat. Om 10 uur had 9% van de stemgerechtigden in Berkelland hun stem laten horen. Ik denk wel dat je met je eigen stem toch een bepaalde invloed kan uitoefenen. Je hebt allemaal je eigen manier van denken over de politiek en je maakt daar deel van uit. Opkomsten zijn over het algemeen niet zo hoog bij provinciale staten en waterschap. Maar ik denk dat gezien het belang dit jaar toch echt een hogere opkomst zal zijn dan 4 jaar geleden. En dan de vraag eigenlijk, waar is er op gestemd? Ja, BBB. En waarom? Ik heb er niet heel veel verstand van, maar ik heb wel het gevoel dat we op dit moment een tegengeluid moeten horen. Er moet toch wat gebeuren in Nederland. We weten allemaal, het is een puinhoop. Dus vandaar. De stembussen zijn tot 9 uur 's avonds open. Burgemeester van Oostrum benadrukt het belang om zowel voor de Provinciale Staten als voor de waterschappen te stemmen. Als je goed terugdenkt, dan weet je dat we van de afgelopen 5 zomers er 4 keurig droog waren. Nou, dat geeft al aan dat we met elkaar op een goede manier moeten omgaan met ons water. Ja, en daar is het waterschap bij uitstek de partij voor. Ja, en ook daar liggen keuzes achter. Hè. Waar geef je geld wel of waar geef je geld niet aan uit? Hè, en dat zijn echt wel belangrijke verkiezingen aan het worden. De provincie is echt het middenbestuur die bepaalt voor een belangrijk deel hoe onze provincie eruit gaat zien. En voor ons als gemeenten ook. Op welke manier wij de grote uitdaging van de toekomst, hoe krijgen we voldoende woningen, hoe zorgen we ervoor dat we de energie goed opwekken, dat allemaal goed gebeurt. Ja, daar is de provincie een belangrijke partij bij.